Ik ga nu draaien met Miu Miu, die zo de reserve Brigitte Bardot was in de jaren 70. Een fantastisch mooie vrouw en hele schoon, Les Valseuses, met Patrick Doire en Gérard Depardieu. Een comedie, ik ga een Franse comedie doen, waar dat iedereen van zegt, van doe dat niet, want je gaat je dingen kwijtraken. Maar ik heb dan weer een ander project in de herfst, die dat dan weer gaat neutraliseren, hoop ik. Maar ik had er ineens heel veel, ik vond het echt een heel grappig scenario. En mijn vrouw, die Camille Cotin heet, die bekend is in Frankrijk als La Conasse. En we gaan draaien in l'île de la Réunion in Afrika, bij Madagaskar. En dat zijn cadeautjes, ja. Ik heb 13 draaidagen en ik moet daar een maand zijn, dus dat is ook tegelijkertijd, ik kan mijn gitaar mee pakken, ik krijg de kans, mijn kindjes gaan ook een week mee en ik ga de kans krijgen om zo wat. Ondertussen, ik zie dat heel erg zitten, het is echt weer een cadeautje en daar heb ik wel auditie op moeten doen. En, want voor de Fransen vond ik altijd wel auditie, ik heb het vaak. En dan ik heb dat liever zo eigenlijk. Omdat je dan niet moet zeggen van ik wil hier niet iemand ontgoochelen. Als je auditie doet, dan kiest de regisseur je echt en dan moet je zo heb mij gekozen. Dit is wat ik meebreng. Ja, snap je? En doe je dan veel audities? Of? Niet zoveel. Ik krijg wel een aantal scenario's toegestuurd. Elk jaar zo'n stuk of 5, 6. En ik doe dan een auditie of 4. En ik heb dan een film of 2 of zo. Ja, dus. Ja, en dikwijls is mijn Frans accent, is mijn accent een probleem. Of wordt dat gezegd als, we vonden hem niet goed, maar we gaan zeggen dat zijn accent is. Maar voor de rest, ja, gelijk. Ik heb het vaak wel en dat is fijn als dat blijft gebeuren. En ik voel ook dat door het feit dat nu The Zookeeper's Wife, film met Jessica Chastain, op mijn. Waar de realisateur, waar de regisseurs vroeger zoiets hadden van, ja, ik wil met die gast werken, maar de producers zoiets hadden van, maar ja, ze zijn Frans en het is toch niet parfait en ook, wie kent die mensen? En dat nu zo mijn marktwaarde gelijk qua mijn bekendheid waarde stijgt, dat producers ook het gemakkelijker vinden om over het gegeven Johan Elmer na te denken. Dus, alleen eigenlijk gaat het goed. En we zullen wel zien. Ik zal altijd over 2 jaar kan het voorbij zijn, maar ik heb het dan toch gehad. Ja, en het zal ook nooit echt voorbij zijn. In die zin dat, er zal wel altijd iemand zich herinneren van ik zal al om de zoveel tijd een keer een auditie mogen doen. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.